De VVV in Almere beleeft drukke tijden. Het toeristenpunt wordt overlopen door Duitse toeristen. Ja, hoe dat komt, de Floriade. We hebben nu contact met Paul Albers van de Almere City Marketing. Verantwoordelijk ook voor de VVV. Goedemiddag, Paul. Goedemiddag. Ja, Oudeke zegt overlopen, hè, over de hoeveelheid Duitse toeristen die er momenteel zijn. Is het echt zo druk met Duitsers op dit moment? Ja, op dit moment is denk ik ongeveer 3/4 van wat wij in de winkel binnenkrijgen. En dat is eigenlijk al sinds april het geval. Zijn Duitse, of in ieder geval Duits sprekende klanten. En dan voornamelijk uit Duitsland en soms uit Oostenrijk en Zwitserland. Maar echt iets wat wij nooit eerder hebben meegemaakt. Ja, want hoe vloeiend is jullie Duits op dit moment? Nou, we hebben hier gelukkig al onze medewerkers, medewerksters spreken flüssig Deutsch. Dus misschien niet allemaal alle naamvallen helemaal goed, maar genoeg om onze Duitse gasten hier goed te informeren over alles wat er in Almere, Flevoland en op de Floriade te doen is. Dus gelukkig hebben we al die mensen in huis. Ja. Ja, en je zegt, nou, veel Duitsers die dus bij jullie terechtkomen, heb je er een beetje zicht op? Want je ziet ook in de stad en rondom de stad heel veel Duitse nummerborden rondrijden. Ja. Betekent dat er ook veel Duitsers echt overnachten in Almere? Ja, wat wij horen, kijk, ik heb geen officiële cijfers van overnachtingen nog, maar wat wij van klanten horen, dus we vragen het regelmatig. Ja, de meeste klanten blijven hier 3-4 nachten, soms zelfs een hele week. En dat is de aanleiding om hier te komen, is de Floriade. En men gaat daar dan 1 dag naartoe of 2. En plakt er altijd een dag Amsterdam aan vast, uiteraard. Daar ontkomen we niet aan. En verder toch ook al veel in Almere. Mensen die hier onze architectuurwandeling, boekjes meenemen. Fietskaarten, fietsboekjes hebben ook heel vaak fietsen mee zelf. En dat zien we ook wel op de parkeerplaatsen van de hotels. Dus het is meer dan alleen maar een kort bezoek aan de Floriade, meestal. Ja, Paul, beschrijf hem eens, de Duitse toerist. Heeft hij een gemiddelde leeftijd? De gemiddelde leeftijd van de Duitse toerist die wij hier binnen hebben, Marjolein, wat denk je? Ja, het is toch 50-60+. Ja, tussen 55-60+. Je ziet het op dit moment niet alleen aan de Duitse nummerborden, maar er rijden opvallend veel stellen rond op e-bikes met helmen op. En vooral dat helmen op, dat kennen wij in Nederland natuurlijk niet zo goed, maar daar zijn ze meestal wel aan te herkennen. Ja, dan zijn het buitenlanders inderdaad. Ja. Ja, de Floriade heeft dus een enorme aantrekkingskracht. Hè? Krijgen jullie nou ook veel vragen over dat evenement? Wel, maar ik moet zeggen dat de meeste Duitsers bereiden zich erg goed voor. En hebben dus al wel het een en ander gevonden op de site van de Floriade. Die is gelukkig wel in het Duits. We krijgen wel wat klachten af en toe dat er daar ter plekke niet altijd al te veel Duits gesproken wordt. Maar oké. Dus over de Floriade zelf. Nou, in het begin wel. Vaak wat meer organisatorische dingen. Hoe kom ik er? Hoe kan ik kaartjes kopen? Dat was de eerste weken nou niet altijd allemaal even soepel geregeld. Maar goed, dat is ondertussen allemaal onder controle. Dus nee, we krijgen echt meer vragen over wat is. Ik ben naar de Floriade geweest. Het was hartstikke mooi. Wat kan ik nu hier in de stad nog meer doen? Of in de buurt. Maar toch even over die aantrekkingskracht van de Floriade op Duitsers. Hè? Want dat zou mensen hier nog wel wat kunnen verbazen. Want je hebt hier een grote groep die vindt die Floriade helemaal niks. Hoe kan het nou dat de Duitsers wel zo enthousiast zijn? Nou, ze zijn daar wat gewend aan Gartenausstellungen, dus zeg maar tuintentoonstellingen. Er zijn mensen die elk jaar al naar zoiets toe gaan. We hebben ook regelmatig mensen die 10 jaar geleden in Venlo geweest zijn. En ik denk wat ook scheelt, we hebben nogal wat Duitse toeristen hier, of pers hier gehad in de aanloop naar de Floriade. En ja, in tegenstelling tot de Nederlandse pers zijn die over het algemeen wel enthousiast gaan schrijven daarover. Dus we krijgen echt wel berichten van Duitse toeristen. Nou, ik heb zo'n prachtig artikel in mijn lokale krant gelezen. Die komen dan daarop hier naartoe. Ja, er zijn ook hele uitgebreide uitzendingen op tv geweest die heel positief getoonzet waren. Ja, klopt. Dus dat is echt wel een beetje een tegenstelling tot wat we hier allemaal hebben. Ik wijd het voor een deel ook daaraan. En wat natuurlijk ook speelt is, kijk, mensen hebben vaak van tevoren hun reis al bedacht, ergens in het voorjaar of in de winter. En het is onderdeel van de vakantie.
En ja, dat is iets wat je dan niet zomaar weer afzegt, zeg maar. Ja, nou zei je al, Duitsers die zijn vooral op zoek naar Duitse informatie. Veelal. Hebben jullie dat ook wel in de aanbieding? Ja, we hebben wat stadsplattegronden iedere Duitser die hier binnenkomt, die willen een stadplan. Dus waar ben ik hier? En dat dan graag op papier en niet op Google Maps. Hoezo niet op Google Maps? Want dat is toch lekker makkelijk? Nogal wat van onze Duitse gasten hier zijn niet alleen digitaal niet zo heel vaardig, maar hebben soms ook, vanochtend hadden we er weer twee die hier voor 2 dagen waren, geen bankpas bij zich hadden, alleen maar een stapel cash geld mee hadden. Ja, dat is in Almere toch lastig aan het worden. Cashless is het, dus, ja. Ja, dus het, en deze doelgroep, vooral in Duitsland, is niet per se heel digitaal vaardig. Dus je wil graag een kaart op papier en informatie op papier hebben. Ja, vind je eigenlijk dat bijvoorbeeld de Floriade-organisatie daar voldoende op berekend was in het begin? Want die ging aanvankelijk er eigenlijk vanuit dat iedereen met een elektronische plattegrond rondliep en alleen maar elektronisch betaalde. Ja, nee, in het begin niet, nee. Dus dat is wellicht toch ook wel iets van, welke doelgroep heb je het over? En heb je dat dan wel goed? Was het niet meer wishful thinking van deze... Iedereen is ondertussen zover. Maar een flinke doelgroep uit onze oosterburen, die zijn vaak helemaal nog niet zover als wij dat hier zijn. Ook ouderen niet. Dus ik denk dat wel een inschattingsfout in het begin is geweest. Ik heb wel het idee dat nu ondertussen grotendeels wel opgelost is. Ja, heb je het idee dat de Duitsers verrast worden door Almere? Ja, wat ik wel zie is dat vooral het feit, als je hier vertelt dat de eerste huizen in 1976 zijn gebouwd. En ze zoeken dan soms ook de oude stad. Nou ja, die hebben we niet natuurlijk. We hebben wel een centrum hier. En dat uit 2007 is. En dat we bewust hier de boel leeg hebben gelaten en het daarna opgebouwd hebben. Ja, dat is toch wel een beetje exotisch voor ze. En ook het feit, wat we hier eigenlijk in de polder, niet alleen in Almere, in zo'n korte tijd voor elkaar hebben gekregen, vinden ze toch over het algemeen wel indrukwekkend. En het idee dat je 5 meter onder zeeniveau rond loopt, fietst, enzovoort. Want mikken jullie er ook op dat het bezoekers zijn die nog eens weer terugkomen naar Almere? Ja, dat hopen we natuurlijk wel. En we zijn echt aan het kijken hoe we hier uiteindelijk iets van een vervolg aan kunnen geven voor 2023 en 2024. Kijk, dan hebben we de aanleiding van de Floriade natuurlijk niet. Maar we hopen wel dat er nogal wat mensen hier positief verrast zijn. En ook door de... Ja, toch wel best wel veel overnachtingsmogelijkheden. We hebben best wel veel bed and breakfast. We hebben vakantiewoningen, hotels, campings. Ook bij Marina Muiderzand merken we dat heel veel gasten overnachten aan het water. En die bungalows en alle andere overnachtingen die ze hebben. En dat dan een beetje proberen neer te zetten als... je bent in de buurt van Amsterdam, maar je hebt zoveel andere dingen hier. Goed, hoe we dat precies gaan doen, dat moeten we met Almere City Marketing nog even doornemen. Maar dat is zeker een idee, ja. Paul Albers van de VVV in Almere. Dankeschön. Ja, bitte sehr.